Meneer Wilders, is het land er veiliger of onveiliger op geworden nu Opstelten weg is? Nou, Opstelten was niet de minister die het sterkste was als het gaat om veiligheid. Maar we hebben nu een tijdelijke minister daar die over de dakpannen gaat, minister Blok. Dus veel veiliger zal het er niet op geworden zijn. Maar wat het debat gisteren vooral liet zien, is dat we een minister-president hebben die iedere regie kwijt is. Dat we een kabinet hebben wat in ontbinding is. En de heer Rutte had met alle respect gisteren ook een slecht verhaal. Wie gelooft nou nog in Nederland dat de heer Teven als officier die trots was, dat hij alles van de deal kende, dat die niet wist dat het om ruim 4 miljoen euro ging. Ik heb het de minister-president gisteren gevraagd. Hij ontweek het antwoord. Vanmorgen stond in de krant dat Teven zou hebben gezegd een paar weken na het debat vorig jaar maart tegen de heer Opstelten van nou, het was meer dan dat. Als dat gebeurt, is het heel kwalijk. Is de Kamer alsnog verkeerd geïnformeerd? En hij liep weg voor de antwoord. Ja, meneer Rutte, er schijnt een gespreksverslag te zijn van dat gesprek wat meneer Wilders nu aanhaalt. Heeft u dat gezien? Ja, ik weet dat er een gespreksverslag is, inderdaad. Een persoonlijke aantekening van een ambtenaar. Dat heeft u gezien? Ik heb dat gezien. En, Heb ik gisteren gezien. Stond er een bedrag in? Ik kan er niks over zeggen, omdat het een persoonlijke aantekening is. Op basis van dat stuk heeft Van Brummen, dat is degene, de procureur-generaal, die het onderzoek heeft gedaan op verzoek van Opstelten vorig jaar, om precies te achterhalen hoe het zit. Wanneer wordt het een persoonlijke aantekening? Is dat als je buiten werktijd iets opschrijft? Nee, dat is als een ambtenaar een verslag maakt van een gesprek wat niet in het dossier gaat, wat echt alleen voor hem is en waarvan dus ook niet een officieel, laten we zeggen, rapport wordt gemaakt. Wat persoonlijk is. Dat is bij Van Brummen, dat is de procureur-generaal, onder de aandacht gebracht. Die heeft onderzoek gedaan, de oud-procureur-generaal, naar deze casus. Die heeft vastgesteld dat op basis ook van dat verslag niet kan worden vastgesteld hoe hoog het bedrag is. Omdat Teven daar geen feitelijke herinnering aan heeft. Ben nou alsjeblieft. Ben nou een keer eerlijk. Die heeft dat zo vastgesteld. En vervolgens heeft Opstelten gezegd vorig jaar zomer, op basis hiervan, ik neem dat rapport van Van Brummen over. Ja. En ik moet eruit vaststellen dat op dit moment niet feitelijk is vast te stellen om hoeveel geld het gaat. En waar ik Opstelten eerder de indruk heb gewekt dat het zou gaan om 2 miljoen, heeft hij de Kamer gemeld in juli vorig jaar dat dat een onterechte indruk zou zijn. U heeft dit gezien. Wanneer heeft u dat voor het eerst gezien eigenlijk? Ik heb het gisteravond gezien omdat maar waarom pas zo laat eigenlijk? Omdat dit een stuk is wat onderliggend is aan een rapport van Van Brummen, wat ik niet hoor te zien. Dat is echt, omdat Pechtold er gisteren naar vroeg, zei ik, wat is dit precies? Toen zei ze, dus een persoonlijke aantekening. Dat is toch niet een persoonlijke als de man een ansichtkaart naar zijn moeder schrijft, dan is dat een persoonlijke aantekening. Nee. Als de man een gesprek tussen een staatssecretaris over een witwaszaak opschrijft in een notitieboekje, dan hoort het in het dossier te zitten en dan betekent dat het openbaar gemaakt is. Ja, want deze vragen zijn gewoon nog onbeantwoord. En dat is misschien wel het ergste. Een jaar lang is de Kamer bezig geweest. Tot het weekend zei de premier nog, er is niets aan de hand. Veel te licht opgevat. En 2 dagen later zijn die ministers weg. En de minister was gewaarschuwd, de minister-president was gewaarschuwd. Een paar weken geleden hadden we de zaak Verheijen. Toen zei de premier ook, niks aan de hand. Het is de schuld van de krant. Een paar weken later was die weg. De premier kan het goed verkopen. Maar hier heeft hij een bananenschil nog als een tros verse bananen verkocht. De heer Buma haalt nu alles door elkaar. Gisteravond in het debat heb ik ook gezegd, is mijn overtuiging, Opstelten en Teven zijn 2 bewindslieden die dit land veiliger hebben gemaakt, die goed werk hebben geleverd. Maar er is wel iets vreselijk fout gegaan dit weekend, want toen bleek dat waar Opstelten had gezegd vorig jaar zomer, dat een bepaalde bron om dit probleem op te lossen, dat die bron wel degelijk een antwoord gaf. En dat was kardinaal en daarop moest hij aftreden. Zo zijn de dingen gelopen. Wat wel nieuw is, is dat de heer Rutte, die geen onderdeel van de toen geheime deal uitmaakte, want de officier mocht niet praten, de verdachte mocht niet praten, de advocaat mocht niet praten, maar nu u de gespreksverslag heeft gezien met, en u ontkent dat niet een getal erin, dan betekent dat dat naar de Kamer kan. Zie het heel graag tegemoet. Dat is goed. Volgens mij is het alleen maar goed dat we die onafhankelijke commissie gisteren hebben ingesteld. Dankzij iemand die er niet is. Ja. Arie Slob diende de motie in. Iedereen stond eronder. En de premier heeft hem geaccepteerd. Dan zijn we in ieder geval ook weer met een gezamenlijk startpunt op zoek naar de waarheid. Het blijkt dat het hard nodig is om die te gaan vinden. We zullen Arie Slob nog even herdenken hierover. nog één vraag, meneer Rutte, over een kwestie. Mark Verheijen, die is weg, dat weten we allemaal. De eerstvolgende is meneer Houwers. Nou wordt hij verdacht van hypotheekfraude. En de volgende op de lijst is Fred Teven. Heeft u nou als politiek leider een voorkeur? Luister, de heer Houwers heeft gezegd, ik wil precies weten hoe het zit nu met mijn vervolging, of er vervolgd gaat worden, dus dat hangt daar nu op. Als hij op grond daarvan zou besluiten niet de Kamer in te gaan, dan zal waarschijnlijk weer eerst Fred Teven gevraagd gaan worden. En heeft u een voorkeur? Maar vindt u het gek dat als Fred Teven de afgelopen maandag besloten heeft, niet op mijn verzoek, hij heeft gezegd als Opstelten weg moet, dan volg ik. Ik vind dat ik loyaal moet zijn aan de minister. Ja. Vindt u het dan gek dat ik niet 2 dagen later alweer spreek over de volgende carrière stap van Fred Teven?
Dat zou toch heel erg raar zijn? Nou ja, ik merk dus dat u daar geen voorkeur over uitspreekt. Die spreken er niet over uit, nee. Omdat ik dat ongepast zou vinden als zo'n vreselijk feit zich heeft voortgedaan. Dat twee zeer gedreven en succesvolle bewindslieden moesten aftreden. Punt gemaakt. We gaan debatteren. Dat doen we in 3 rondes. Elke ronde begint met een debat van 2. De anderen komen er dan na een paar minuten bij. Straks hoort u Geert Wilders en Diederik Samson. Die praten over terreur en veiligheid. Sybrand Buma en Alexander Pechtold over meedoen of de zijlijn. En het eerste debat sluit een beetje aan op waar we het net over hadden. Er zijn tenslotte weer 2 werklozen bijgekomen. Het gaat over werk, werk, werk. Werk, werk, werk. Het gebied met de minste werkloosheid van Nederland is het Binnenhof. Al eeuwenlang staat het werkloosheidscijfer hier stabiel op 0%. Daarnaast heerst er een stabiel loonklimaat. Iedereen verdient een salaris ruim boven het minimumloon, maar niemand verdient meer dan de balken en de norm. Aan de Binnenhofbewoners nu de schone taak om die utopische situatie te exporteren naar de omliggende regio's. En dat is precies deze week alweer 800 jaar niet gelukt. Goed. Emiel Roemer, u gaat straks debatteren met Mark Rutte. Ik heb 3 dilemma's voor u. En die wil ik u toch graag even voorleggen om u iets beter te leren kennen misschien. Ik kan geen dag zonder Jan Marijnissen. Of ik kan het heus wel alleen, Marijnissen gaan met pensioen. Ja, dan ga ik toch voor de eerste. Ik kan geen dag zonder Jan Marijnissen. Dan kan ik, Van de samenwerking tussen de VVD en de SP, bijvoorbeeld in Brabant of Zuid-Holland, kan ik wat leren? Of ik blijf liever principieel aan de zijlijn? Nee, daar kunnen we zeker van leren. Er zijn nu 645.000 werklozen. Als ik minister-president was geweest, waren dat er 300.000 minder. Of als ik minister-president was geweest, waren dat er net zoveel geweest. Nou, waren het er nu wel minder. Maar u durft dat getal van 300.000 niet echt te noemen? Ja, ik kan wel heel makkelijk zeggen, er waren er 300.000, maar misschien waren het wel meer, joh. Ja. Wie zal het zeggen? Ja. U staat in ieder geval voor uw 6e verkiezing als partijleider. Van de vorige 5 heeft u er 2 verloren, 2 gewonnen, 1 gelijk gebleven. Ik kan ook zeggen, u heeft een keer te vroeg en een keer te laat gepiekt. Als u premier was geweest, dan waren er in ieder geval minder werklozen geweest. U bent Emiel Roemer. Dus. Mark Rutte, ik heb ook 3 dilemma's voor u. Ik blijf door dik en dun gaan voor mijn politieke vrienden, of ik tel voortaan eerst tot 10 voordat ik ze publiekelijk verdedig? Ik blijf door dik en dun gaan voor mijn politieke vrienden, maar als er fouten worden gemaakt, dan moet het consequenties hebben. En dan tel ik tot 10? Nee, ik vind, als je met mensen samenwerkt in een team, dan sta je er voor elkaar. Als er feiten naar boven komen die moeten worden uitgezocht, dan moeten die worden uitgezocht. En als dan blijkt dat er iets fout zit, dan moet je ook consequenties trekken. Als premier van alle Nederlanders mag ik uitgereisde jihadis doodwensen? Of in verkiezingstijd mag je overdrijven. Ik heb ze niet doodgewenst. Wat ik heb gezegd is, als ik de keuze heb tussen daar omkomen of terugkeren, dan heb ik liever dat ze daar omkomen. Liever sneuvelen dan is terugkeren ja. Is nou ja, niet per se doodwensen. Het punt is, je hebt hier niet heel veel te wensen op deze kwestie. We hebben daar onze F-16's bombarderen, we hebben daar een strijd voeren we. En dat betekent dat we inderdaad mensen daar ombrengen. Minder dan 645.000 werklozen lukt op dit moment niet. Of als Roemer aan het roer had gestaan, hadden we 100.000 werklozen meer gehad. Meer, zei u. Ja? Veel meer. Ja, veel meer. Zeker. U heeft 9 verkiezingen achter de rug. U heeft daarvan als partijleider 4 gewonnen, 4 verloren, 1 gelijk. Dus in die zin bent u een beetje in balans met Roemer. U verliest tijdens de politieke rijtoer natuurlijk nog wel eens een partijgenoot. En u zegt, als Roemer aan het roer had gestaan, hadden we veel meer werklozen gehad. Mark Rutte, dames en heren. Goed. Beiden gaan dus debatteren over een van de missies van dit kabinet. En die missie is werk, werk, werk. Toen dit kabinet aantrad, waren er bijvoorbeeld 554.000 werklozen. Nu zijn dat er 645.000. En hiermee staan we op de 10e plek in Europa. Dat brengt ons bij de stelling. Dit kabinet slaagt er niet in zijn belangrijkste doelstelling, werk, 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 te verwezenlijken. Meneer Rutte, bent u het met die stelling eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Je ziet dat op dit moment de banenmotor echt begint te draaien. Het herstel begint te komen. Laatste kwartaal 42.000 banen erbij. Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar 90.000 banen erbij. Voor volgend jaar 90.000 banen erbij. Maar ik ben pas tevreden als inderdaad de werkloosheid echt fors verder gaat dalen. Want wat je wel ziet, is dat er zoveel vertrouwen is in Nederland nu, dat heel veel mensen zich weer melden op de arbeidsmarkt. Waarbij dus, ondanks het feit dat het aantal banen toeneemt, de werkloosheid zelf nog te weinig daalt en ik wil dat die verder daalt. Meneer Roemer, het is even een vraag naar de bekende weg, maar toch bent u het met de stelling eens?
Ja, volledig. Het werkgelegenheidsprogramma van premier Rutte is compleet mislukt. Sinds hij premier is, de afgelopen 5 jaar, zijn er 245.000 werklozen bijgekomen. En de banen waar we het over hebben, de afgelopen tijd zijn er 500.000 vaste banen zijn er verdwenen. 52.000 bedrijven zijn er over de kop gegaan. De premier beloofde eerder al 400.000 banen in de plus. Het zijn er 245 in de min. U bent echt een heel negatief effect heeft uw beleid gehad op de economie, op de werkgelegenheid. Wat dat betreft heeft hij behoorlijk gefaald. Ja, wat ik nou belangrijk vind is om vast te stellen dat waar de hele wereld te maken heeft gehad met een zeer ernstige recessie. En daarbij Europa nogal veel forser die recessie heeft ervaren dan andere delen van de wereld. Wat nu van belang is, is dat je ziet dat Nederland, omdat we tijdens die recessie heel veel maatregelen hebben genomen om Nederland te versterken, dat nu Nederland uit de recessie komt, wij van de achterste wagon in Europa inmiddels in de voorste wagon van Europa zitten. En in die wagon zijn we bezig om andere landen opzij te duwen, zodat we op het voorste bankje komen. En dat zie je dus ook omdat we inderdaad dit jaar en volgend jaar er in Nederland 180.000 banen bij krijgen. En dus ook heel veel bedrijven bij krijgen. Meneer Roemer, ja, de voorste wagon. Die voorste wagon, hij zit helemaal niet in de kopgroep. Hij bungelt ergens achter in het peloton. Dat is hartstikke duidelijk. En die voorspellingen en die beloftes van de premier, die kennen we onderhand. Weet je nog wel, we zouden, het eigen risico zou niet omhoog gaan. Er zouden zoveel banen bijkomen. Allemaal niks van waar. Het enige rapportcijfer is wat u tot dusver gepresteerd hebt. En dat is bar weinig. Dan zie je dat de werkloosheid is opgelopen. En we lopen in Europa niet voorop. Het is een hooguit een middenmotor wat wij zijn. Toen u in 2010 begon, stonden we op de IMF-lijst Nederland als op het gebied van werkloosheid op een keurige 10e plek. 5 jaar later zijn we op die lijst gezakt, gedegradeerd naar de 56e plek, meneer Rutte. Zo verschrikkelijk veel mensen die thuis zitten. Als jij boven de 50 bent, je hebt geen schijn van kans. En als je al een baan krijgt, dan is het zo'n flutbaan dat je er morgen weer uit kan vliegen. Dat je van contract naar contract kan gaan. En mensen hebben daar niks aan. Mensen willen geen baan over 30 jaar. Mensen willen morgen werk. En daar heeft hij niet geregeld. Het zou gek zijn. Het zou gek zijn als die crisis zo zwaar is als die in Europa is geweest. En Nederland is een exportland. Wij zijn zeer afhankelijk van hoe het met andere landen in Europa gaat. En je ziet nu de export aantrekt. Dat het ook de Nederlandse economie is die dankzij die export weer is gaan draaien. En nu zie je dat ook het consumentenvertrouwen toeneemt. Het alternatief wat u zou hebben neergelegd als socialistische partij zou hebben bestaan uit lastenverzwaringen, zou hebben bestaan uit niet nou de noodzakelijke maatregelen nemen. Nou wordt die mooi. En je ziet meneer Roemer, ik daag u uit. Je ziet aan Frankrijk wat er gebeurt als je in moeilijke tijden niet bereid bent om moeilijke maatregelen te nemen. Frankrijk groeit niet. In Frankrijk is de werkloosheid op een all-time high. En in Nederland, op dit moment, komen wij sterker uit de crisis. En daarom moeten we nu ook koers houden. Want ik ben pas tevreden als iedere Nederlander ervaart dat het echt beter gaat. De afgelopen 2 jaar, meneer Rutte, hebben wij het economisch gezien slechter gedaan dan ons omringende landen. In 2013 en 2014 hebben we het slechter gedaan dan het Europees gemiddelde. We hebben het slechter gedaan dan de wereldeconomie. En dat heeft te maken omdat u niet geïnvesteerd hebt in de economie. Wat we gedaan hebben is de hele binnenlandse besteding, het midden- en kleinbedrijf, hebben we opgezadeld met enorme lastenverzwaringen. Mag ik u even in herinnering brengen, meneer Rutte, dat uw beleid van de afgelopen jaren een lastenverzwaring is van 21 miljard euro. En dan gaat u dat mij verwijten. U bent degene geweest die de lasten verzwaard heeft. Het midden- en kleinbedrijf is zwaar de klos. Vandaar dat er ook zoveel bedrijven failliet zijn gegaan. En als het midden- en kleinbedrijf niet draait, dan draait de economie niet, dan draait de motor niet. En zij zullen Robert, de banen moeten raar zijn. Dat zou raar zijn. Dat zou een raar redenering zijn. Want als uw redenering zou kloppen, nu heel Europa uit die crisis komt, dan zou Nederland achteraan moeten bungelen. Op dit moment met onze economische groei van bijna 2% volgend jaar en 1,7% dit jaar, zitten we in de voorste wagon, zei ik net al, in Europa. En zijn we bezig om daar echt te behoren tot de best presterende landen. En dat komt omdat wij bereid zijn geweest, helaas zonder uw steun, bereid zijn geweest om die moeilijke maatregelen te nemen. 51 miljard aan ombuigingen. Heel veel op verbetering gerichte veranderingen in de samenleving. Zodat onze gezondheidszorg, onze sociale zekerheid voor de komende generaties betaalbaar is. Zodat die banen er nu bij komen. Dat is het succes van dit kabinet. En wat nu nodig is, is dat we dat succesvolle beleid niet afbreken door extra te gaan bezuinigen nu, wat niet nodig zou zijn, of koers te veranderen, overstag te gaan. Wat nu ontzettend belangrijk is, is door te gaan op deze koers. Ja, dat heeft u gezegd. Het tegendeel is waar. De laatste reactie van u, en dan komt de rest erbij. U ligt op ramkoers met de samenleving. Het enige wat spectaculair gestegen is, merkten we vandaag, dat was de wachtlijst en de rijen voor de voedselbanken. Als we zien hoeveel mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen, hoe we een enorme
ramp hebben gemaakt voor mensen die naar de zorg moeten. Mensen die 800.000 inmiddels de eigen risico's niet meer kunnen betalen. Weet je nog, waarvan u zei, die gaat niet omhoog. Ik ken uw voorspellingen. De cijfers van 2013 en 14 zijn rampzalig voor het midden- en kleinbedrijf. Zij dragen de lasten en goed, de mensen de pijn. Oké, u vindt het... U vindt het duidelijk geen gaaf land, als ik u zo hoor. Ik vind het een prachtig land, maar als een rijk land als Nederland er niet in slaagt om te voorkomen dat zo verschrikkelijk veel kinderen onder de armoedegrens moeten opgroeien, en als wij er niet in slagen om zo verschrikkelijk veel mensen de zorg te geven waar ze recht op hebben, dan moeten we ons schamen. En dan heeft het te maken met het beleid van het kabinet Rutte 1 en 2. Het is de hoogste tijd om de anderen erbij te halen. Eerst even, als u het goed vindt, terug naar de stelling. Dit kabinet slaagt er niet in zijn belangrijkste doelstelling werk, werk, werk te verwezenlijken. Diederik Samson, eens met de stelling? Nou, als je ziet dat er afgelopen kwartaal 45.000 banen bij zijn gekomen en het komend jaar er 90.000 banen bij komen, dan kun je niet zeggen dat er niks gebeurt. Maar als je ziet hoe hoog de werkloosheid is, dan weet je ook dat er nog heel veel moet gebeuren. En nu je ziet dat de economie weer aantrekt, is er één belangrijk aspect wat we nog moeten verstevigen. Dat zijn de investeringen. En wat ons betreft gaan we de voorstellen die we al eerder hebben gedaan, de Nationale Investeringsbank, geld uit Europa, geld uit provincies, nu eindelijk eens een keer samenvoegen. Investeren in bijvoorbeeld huizenbouw. Ik heb voorstellen gezien van de heer Rommel. Weet u nog wat mijn vraag was? Mijn vraag was eigenlijk heel kort over die stelling. Hè? Maar u dacht, nou, ik neem gewoon alle meters. Zeker. Maar ik parkeer hem even. U bent het eens met de stelling, want u zegt het gaat nog niet goed. Bent u het eens met de stelling? Helaas. Ja. Helaas. Ja, want... Sybrand Buma, kijk nog even stiekem wat de stelling ook alweer was. Ik ga proberen het korter te doen dan de heer Samson. U kunt gewoon ja of nee zeggen. Dan en daarom daarna... zeg ik dus dat ik het eens ben met die stelling. Ja, meneer Wilders. Zeker. U bent het ook eens met de stelling. Goed. Meneer Samson, u zei van er moet meer geïnvesteerd worden. Nou hebben wij een begrotingstekort. Maar dat begrotingstekort is misschien iets minder groot dan dat het aanvankelijk leek. Hoeveel ruimte ziet u daar? Nou, dat hebben we ook gezien. En vanmiddag is daar weer over gedebatteerd in de Kamer. Dat gaat ongeveer 4,5 miljard euro. Ja, dat is dat die 0,7 die ertussen zit? Dankzij een betere economie, een van de betere in Europa op dit moment, zien we volgend jaar een ruimte van ongeveer 4,5 miljard euro. Juist. Daar moet wel wat vanaf, want we hebben ook tegen elkaar gezegd, die gaswinning in Groningen, die kraan moet verder dicht. Die gaswinning wil ik even apart zetten. Nou, dat begrotingstekort, daarvan zegt u, we hebben nu ruimte. En tot hoever heeft u die ruimte? Ja, tot wat we met elkaar hadden afgesproken dat we zouden gaan. Dat is een bijna 2% begrotingstekort. Dan ben je nog niet op de nul. Maar daar hoef je ook niet meteen naartoe te rennen. Je kunt dat volgens de afgesproken tijdslijn doen. En dan heb je 4,5 miljard over. Er is dus gewoon ruimte. Maar dit verhaal is natuurlijk ongelooflijk. Want ik weet niet of u het doorheeft, maar u voert oppositie tegen het beleid dat u zelf de afgelopen 2 jaar heeft gevoerd. Nou, dat is interessant. Dat is exact wat u heeft gedaan. U heeft de belastingen verhoogd om het begrotingstekort naar beneden te krijgen. En het gaat even beter in de economie. En dan gaan de belastingen omlaag. Goed, en het begrotingstekort loopt weer op. Waar hebben we het allemaal voor gedaan? Ik vind het onbegrijpelijk. De afgelopen jaren zijn de belastingen verhoogd. Het gevolg is, over de stelling, dat Nederland de hoogste werkloosheid heeft in 20 jaar. En Duitsland, voorbeeld voor de premier, de laagste werkloosheid in 20 jaar. En de belasting... Dit beleid is een flop geweest. En de belastingen zijn verhoogd omdat het CDA de handtekening heeft gezet onder de grootste belastingverhoging ooit. Zoals de verhoging van de BTW, dat was die even vergeten. Maar ik zie hele andere ruimte om de banen te creëren. Want wat vinden de mensen, en niemand heeft het hier over, wat vinden de mensen in Nederland oneerlijk? Dat hier voor miljarden zat ze zijn gepakt met een hoger eigen risico, met hogere huren, met minder studiefinanciering. Terwijl we tegelijkertijd miljarden aan het buitenland hebben betaald. 18 miljard aan de Grieken, meneer Rutte. 4 miljard aan Afrika ontwikkelingshulp. 4 miljard aan Brussel. En als we dat nou eens precies andersom hadden gedaan. Als we daar nou eens op hadden bezuinigd en het geld in Nederland hadden besteed. Geen geld naar de Grieken, maar naar Groningen. Geen geld naar Afrika, maar de zorg. Geen geld naar Brussel, maar naar belastingverlaging. Dan had het land door nu al veel beter voorgestaan. De minister-president heeft het goed gedaan voor iedereen van in de wereld, maar was geen minister-president van de Nederlanders. Juist. Meneer Pechtold en dan de minister-president. Ja, kijk, 650.000 lijkt zo langzamerhand zo'n abstract getal. Maar dat zijn wel in iedere straat, in iedere familie, bij iedere sportclub kent iemand. En als je daar binnen nog eens naar de getallen kijkt van de jeugdwerkloosheid, de werkloosheid onder arbeidsgehandicapten, die is met tienduizenden gestegen onder dit kabinet. En ik zeg, dan is het dus geen tijd om abstract te worden om vast koers houden of rust of stabiliteit. Dan moet je van de tweede helft van zo'n kabinetsperiode wat maken. En wat iedereen zegt, wat iedereen schrijft, is dan moeten de lasten voor omlaag. En inderdaad, die zijn de afgelopen jaren hoog gestegen. Maar dan kan het niet alleen zijn van we gaan zitten wachten tot de meevallers. Waar, ik hoor Samson alweer niet alleen Groningen als tegenvaller brengen. Maar hij zegt we moeten ook gaan investeren. Ben ik met hem eens. We zouden het onderwijs en andere, de veiligheid kunnen gaan doen. Maar dan moet je dus ook kritisch blijven kijken naar die overheid zelf.
En dan zeg ik tegen de heren... De minister van Financiën zei deze week nog... Ja. Kijk nou eens kritisch naar die overheid die 13 miljard u de zegt, komende twee jaar... die overheid gaat 13 miljard meer uitgeven. En dat betekent niet dat je 13 miljard eraf... Maar hoeveel wel? Je moet ieder jaar... Om aan uw 5 miljard te komen die u zelf schrijft, meneer Samson. Meneer Rutte, u zegt voor de verkiezingen... Hoeveel? We gaan de lasten omlaag doen. Maar hoeveel gaat u uit die 13 miljard halen? Zoveel als nodig is, als u precies? Over... Gaat u nou de verkiezingen in met zoveel als nodig is, ga ik bezuinigen? Heren. Ik geloof dat mensen thuis meer recht hebben op meer duidelijkheid dan u net gaf. Zeker, heren. Er staan er drie tegenover u. Die vinden dat volgende week donderdag... Maar u staat naast me. Die vinden dat volgende week... En ik vraag aan u maar één ding. Mag ik de zin afmaken? Als u een antwoord erin verwerkt, graag. Er staan er daar drie tegenover u die wat... hun betreft volgende week zeggen stoppen met dat Rutte 2. Ik geef aan, meneer Samson, dat je voor de verkiezingen eerlijk moet zijn. Doe dat de afgelopen... En ik Wees zeg, u dan duidelijk, als je hoeveel wilt u nu bezuinigen? Ik zeg, ik neem uw getal van zojuist over. 5 miljard bezuinigen? Ik zeg... Dan gaan we vragen... Nee, meneer Pauw. Meneer Rutte, ik zal u even helpen, meneer Pechtold. Ik heb geen hulp nodig, maar 5 miljard, als je zegt dat je 5 miljard... Dat schrijft u in uw eigen brief. Precies. Ja. En u zegt zojuist dat sommetje... Dat is de brief van het kabinet, maar... Gaat u ermee door? Kunt u nou drie woorden misschien afwachten? Als er een antwoord in verwerkt wordt, graag. Meneer Pechtold, het blijft moeilijk. Meneer Pechtold, de vraag is eigenlijk... hoeveel zou u willen bezuinigen? De heren zijn erg opgewonden. Als je 5 miljard nodig hebt... Ik ga het tegen u zeggen. Als je 5 miljard nodig hebt voor belastingverlichting... en je zegt nu dat de economie meevalt... dan is dat op dit moment alleen nog maar op de beurs en niet in de koopkracht. Dat betekent dat je dus inderdaad die meevallers kan inzetten. Dan moet je aftrekken de gasbaten, dan moet je aftrekken de rest van de investeringen. En dan zal je misschien 1,5 miljard nodig hebben van die groeiende overheid. En dan zeg ik tegen de heren, maak eens werk van dat middenbestuur. Zorg eens dat daar eindelijk een agenda op komt. Zorg dat die ministeries zoals ieder jaar weer even met de stofkandel doorheen gaan. En kijk vooral niet in de eerste plaats naar de samenleving... om het geld weg te halen, maar haal het eens een keer bij de overheid zelf weg. Meneer Samson. We komen langzaam in de buurt, maar we zijn er nog lang niet. Want uw abstracte woorden over haal het dus bij de overheid weg... dat zijn gewoon salarissen voor bijvoorbeeld leraren. Die hoeft u uitzonderen, prima. Ja hoor, en de zorg voor het geval dat u zegt de kwaliteit van de zorg ook, meneer Samson. Ja. Waar wilt u dan wel vandaan halen? Nou, uit de Samson. Potloden en de puntenslijpers. Daar zit nog misschien een paar tientallen miljoenen meneer in. Samson, dan moet u echt goed gaan zoeken. Vorig jaar deden we het nog samen, weet u nog? Ja. Het jaar daarvoor ook. Nu niet meer. En ik zou u zeggen, als u nog... samen wilt werken en als u een belastingplan met echte lastenverlichting... want we hebben het hier wel over 650.000 werklozen. Uw twee ministers op dat departement... hebben alleen maar gezorgd voor extra werkloosheid in de jeugd... in de mensen Pechtold, met een arbeidshandicap. Twee weken geleden stond u in de Telegraaf... Laatste woord, Samson. Twee weken geleden stond u in de Telegraaf met zo'n kop wraak... en daaronder stond iets van een eis van miljarden bezuinigingen... anders zou u niet mee willen doen. Ik vraag u nu twee keer wat u doet... Ja. En u krabbelt weg en het zijn nu de puntenslijpers en de potloden geworden. Mag ik van u horen? Bent u nu bang om het te vertellen aan kiezers of bent u op weg naar de nooduitgang? Ik zeg het gewoon en u moet een keer stoppen met paniek maken. Ik zeg het gewoon, de ministeries kunnen ieder jaar... En dan heb je het niet over kwaliteit van de zorg. Maar zolang daar... Kunnen ieder jaar, als je het over de zorg hebt... daar zijn nog steeds... is er verspilling. Zolang de maatschappen nog steeds... daar is alles Ik heb nog geen antwoord. Twee mensen zou ik even graag willen horen. En dat is, als ik het in deze volgorde mag doen... Emiel Roemer en dan Mark Rutte. Nou kijk, ik moet je eerlijk zeggen... ik kan er ook geen touw meer aan vastknopen. Maar goed, dat is aan de heer Pechtold en niet aan mij. Maar twee, ik moet ook wel heel eerlijk bekennen... het verhaal van de heer Samson is ook niet echt geloofwaardig. Want hij kan er wel proberen om Pechtold de maat te nemen om bezuinigingen... terwijl dit kabinet voor de komende jaren... nog minstens 9 miljard aan bezuinigingen heeft staan voor de komende jaren. Dus je kunt wel hier een mooi verhaaltje... Je kunt wel hier een mooi verhaaltje houden... van, moet je eens kijken, wij moeten nu ons best doen... want we willen niet gaan bezuinigen. De bezuinigingen van het kabinet beginnen nog. Juist. De ellende voor de mensen in de zorg, dat komt nog. De sociale zekerheid in Nederland, die wordt nog afgebroken. De grootste ellende, die komt nog, meneer Samson. Het laatste woord aan Mark Rutte. Meneer Pauw, wat je op dit moment ziet... is omdat we met z'n allen in Nederland heel veel offers hebben gebracht... dat het inderdaad echt beter gaat. En er zijn nu twee grote risico's. Ten eerste dat we dat beleid... niet met volle vaart kunnen voortzetten... omdat er allerlei eisen worden gesteld... of omdat partijen verantwoordelijkheidsvakanties nemen, et cetera. Dat is risico 1. Risico 2 is dat we nu gaan bezuinigen. Ik ben zeer voor bezuinigen als dat nodig is... om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Kijk. Wij liggen nu
We gaan nu zo goed met het terugbrengen van het overheidstekort dat er inmiddels ruimte ontstaat ter grootte van 4,5 miljard euro. Als je nu gaat bezuinigen, dan breek je dat herstellende economie breek je in de knop. Dat moet je dus niet doen. Dat is uitermate schadelijk. Dus doe dat niet. Er wordt niet bezuinigd, zegt u. Meneer Rutte, u spreekt niet de waarheid. Nee. Het gaat niet beter met Nederland. Nee. Hou op met die leugen. De crisis is niet voorbij. U bent de crisis van Nederland. En op het moment dat u suggereert dat het beter gaat, bent u als die pyromaan die het bos heeft afgebrand en dan zegt dat hij blij is dat er weer één bloempje bloeit. Maar u heeft het land helemaal afgebroken. En de Roemer heeft gelijk, de helft van de ellende komt er nog aan. 645.000 werklozen is het gevolg van uw beleid. Dat zijn er nog meer dan in Tsjechië. We gaan naar het volgende thema. En dat volgende thema is meeregeren of aan de zijlijn staan. Wie wil er meespelen met Mark en Diederik? Alexander doet graag mee. Hij heeft al een paar mooie knikkers geruild met Mark en Diederik. Sybrand kijkt toe hoe de anderen spelen. Hij spaart knikkers en hoopt dat hij straks zoveel heeft dat hij het spel kan bepalen. Geert en Emiel staan langs de kant. Zij vinden knikkeren niet leuk en gaan liever iets anders doen. Gaan ze straks toch allemaal samen spelen? Goed. Voor we gaan debatteren, want u gaat straks debatteren met Alexander Pechtold, heb ik ook voor u een drietal dilemma's. Het CDA hoort niet langs de kant te staan of deze oppositierol bevalt mij prima. Ik kies voor de tweede stelling. Deze oppositierol bevalt mij prima. Ja. Gronings gas of Russisch gas? Geen van beiden. U wil helemaal geen gas meer? Geen Gronings gas? Nee, het gas kan namelijk ook. Nederland gasvrij? Nee hoor, het kan ook uit andere landen komen. Amerika, ja? Per schip. Goed, liquid gas niet meer. U zegt geen gas meer uit Groningen? Nou, geen gas. Dalen tot ongeveer 30 miljard kuub dit jaar. En ik zou willen dat het kabinet dat eindelijk ook eens zou doen. Pakken we straks op. Precies. Bij een goede verkiezingsuitslag wil ik meer van Rutte gedaan krijgen. Of daar gaan deze verkiezingen helemaal niet over. Nou, de verkiezingen gaan over, dat zei je aan het begin al, de provincies en de waterschappen. Maar als wij sterk genoeg worden in de Eerste Kamer, gaan wij de koers van Rutte veranderen. En geen koers houden. Juist, dus daar gaan ze er wel over. Nou, ik weet niet meer wat de stellingen was, maar ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Goed. Ik ga eens even kijken of ik ook nog de dilemma's voor Alexander Pechtold heb. Alexander Pechtold, ijdelheid is mijn grootste zwakte of mijn politieke hebberigheid is mijn grootste zwakte? Allebei. Eerlijk antwoord. Allebei. Allebei, ja. Goed. Er zijn er nog meer trouwens. Belastinghervormingen of wiet legaliseren? Oh, dat is allebei wel mooi, hè? Ja. Ook allebei. Ja, ja, nou dan de belastinghervorming en nemen we de wiet daarin mee. Ja. Bij een goede verkiezingsuitslag wil ik meer van Rutte gedaan krijgen of daar gaan deze verkiezingen niet over? Daar gaan ze wel over, dus zeker. Daar wil ik meer van. Meer zetels, meer invloed. U staat ook voor de 10e verkiezingen. U heeft de laatste 7 verkiezingen gewonnen. En voor zover het succes naar uw hoofd stijgt, wilt u bij een goede verkiezingsuitslag meer van Rutte gedaan krijgen. U bent Alexander Pechtold. Dank. Oké. U gaat beide debatteren, Sybrand Buma en Alexander Pechtold. En de stelling die daarbij hoort is de volgende. Ook als de coalitie deze verkiezingen verliest, haalt het kabinet Rutte 2 moeiteloos de eindstreep. Ook als het kabinet, als deze coalitie de verkiezingen verliest, haalt het kabinet Rutte moeiteloos de eindstreep. Meneer Buma? Nou, na de afgelopen week denk ik niet dat iemand dat nog durft te zeggen. Het woord moeiteloos, bedoelt u? Absoluut. Of eindstreep? Nou, er komt ooit een eindstreep. De vraag is wanneer. Ja. En moeiteloos wordt het zeker niet. Ja. Maar heeft u het gevoel dat u het kabinet eigenlijk veel in de weg kan zitten? Nou, mijn taak is niet om een kabinet in de weg te zitten. Mijn taak is om als oppositiepartij het kabinet te controleren. En waar het fout gaat, willen wij het anders. Waar het goed gaat, steunen wij dat. Ja. Maar u wilt bijvoorbeeld geen nieuwe verkiezingen? Nou, nieuwe verkiezingen zouden niet nodig moeten zijn. Dan komen die verkiezingen wel in zicht. Hoe groter het CDA in de Eerste Kamer, hoe groter de kans om het beleid van het kabinet bij te stellen en die koers te wijzigen. Ja, meneer Pechtold, u zegt ik zou wat meer willen hebben. Wat wilt u hebben? Nou, kijk, je ziet nu de helft van het regeerakkoord is er ongeveer uitgevoerd. De helft is geschrapt. Maar we hadden het zojuist over werkloosheid, energieambitie, duurzame energie. Er zijn nogal wat zaken waarvan ik denk, daar zou je de tweede helft van de kabinetsperiode heel goed mee kunnen vullen. En de afgelopen jaar heeft mij geleerd dat als je zo nu dan even flink met de heren vecht, hè, en even flink elkaar de nieren proeft, dat je er heel veel onderwijsgeld vandaan kan krijgen. Dat je mee kan helpen om de lasten minder te maken dan zij van plan waren. Je kan ze ook nog eens aan hun verkiezingsbelofte
houden, hè, proberen daarin te sturen. En bijvoorbeeld hebben we bij de zorg nu voor gezorgd dat de PGB's eindelijk wettelijk zijn geregeld. Mm-hmm. We hebben gezorgd dat de huishoudelijke hulp niet zoals de PvdA van plan was met 50% gekort werd. Dat soort zijn zaken kan je allemaal regelen. Ze komen er straks pas bij, hè? Dus u praat maar een beetje iets blauw hierin eigenlijk. Wat ik probeer te laten zien aan Buma, dat als je met ze praat, het is dat zag u zojuist ook, het is als je soms met stevig, ze praat. Maar je kan met de coalitie gewoon zaken doen. Juist. Maar nog even terug naar de stelling, zodat we zeker weten dat u daar ook een ja of nee op zegt. Ja. Als deze coalitie de verkiezingen verliest, dan haalt het kabinet Rutte 2 moeiteloos de eindstreep? Moeiteloos is nooit wat in Den Haag, maar ik denk wel dat ze de eindstreep kunnen halen. Alleen, er zijn 2 scenario's. Het ene is dat ze op hun handen gaan zitten. Ja, dan haal je moeiteloos de eindstreep, want dan doe je niks. Het andere, en ik noemde zojuist wat onderwerpen, als we dat als ambitie voor de komende 2 jaar neerleggen, dan zou ik zeggen, inderdaad, stabiliteit en zorgen dat we die werkloosheid en die andere dingen aanpakken. 67% van uw achterban zegt, laat dit kabinet maar zitten, hè? Blijkt uit een peiling. Dat is 52%. Nou, zitten niet, want D66 houden niet van zittende kabinetten, maar nu vooruit. Mooie kreet. Juist. Ja. En dat geldt voor 52%, iets meer dan de helft voor de CDA's. Dat brengt mij toch een beetje bij de vraag, meneer Buma. Wat kunt u dan anders doen dan 2 jaar lang een beetje klagen? Nou, waar het me om gaat, en dat heb ik net ook gezegd, is dat een oppositiepartij een heel belangrijke taak heeft. Namelijk het kabinet controleren. En inderdaad, Alexander Pechtold zegt net, dit kabinet haalt de eindstreep wel. Nou, hij is zelf de reden dat het die eindstreep wel gaat halen. Want hoe groter hij wordt, hoe groter de kans van Mark Rutte om zijn koers voor te zetten. Want de afgelopen tijd, hij had het over vechten, we hebben er niks van gezien. Dat gebeurde in de achterkamers. Nog voordat überhaupt er 1 begroting in de Kamer was besproken, was Alexander Pechtold al achter de deuren akkoord. Kwam naar buiten uit het ministerie van Financiën. Heel transparant. Allemaal prima. En de taak van een oppositiepartij, en daar ben ik er trots op dat het CDA in de oppositie zit, is om een kabinet te controleren. En op inhoud. En als het goed is, dan steunen we dat. En als het fout is, belastingverhogingen, de pensioenen, de zorg, het leenstelsel wat u ook aan de meerderheid hield, dan zegt het CDA nee. Maar u zegt dus, u zegt, het roer moet om, maar ik kom er niet aan met mijn vingers aan het roer. Ja, tuurlijk wel. Door mijn stemrecht in de Tweede Kamer. En dat zal ik doen ook. En in de Eerste Kamer, daar gaan die verkiezingen over. Maar wat Alexander Pechtold heeft gedaan, is voor een appel en een ei de hele vrijheid van een oppositiepartij verkopen. En uiteindelijk belastingverhogingen gesteund, leenstelsel gesteund, zorg gesteund, allemaal. Ik zou er als oppositiepartij niet trots op zijn. Nou, ik wel. En ik snap best dat in 2012 het CDA na al die jaren dacht, nou eens even niet. Dat begrijp ik oprecht. Maar ik snap niet voor een partij als het CDA, die toch ook kijkt naar de bestuurbaarheid van een land, dat je niet als serieuze partij mee wil denken over de kansen die er voor iedere partij liggen wanneer we eens een keer samenwerken. En dat is soms moeilijk. Voor ons was het met SGP en ChristenUnie best zoeken om te zorgen dat we alleen over het kasboek en niet over de Bijbel gingen onderhandelen. Maar met deze werkloosheidscijfers, met de economie om ons heen, die ons beconcurreren, kan toch ook een partij als het CDA niet zeggen, laat ze maar vallen en weer Tweede Kamerverkiezingen, zonder, want dat hoorde ik u vanochtend zeggen, zonder dat je aan tafel bent gaan zitten om te kijken of we samen die lasten kunnen verlagen. Ik snap werkelijk niet waarom mensen nog dan op het CDA zouden stemmen, want eigenlijk staat u daar precies op uw plek tussen 2 heren, Socialistische Partij en PVV, die zeggen, wat ons betreft is het donderdag, wat er ook gebeurt, afgelopen. En dat past u niet. Goed, laten we de rest er maar bijhalen nu. Het tegenovergestelde is het geval. We hebben in Nederland gewoon bijna geen oppositie meer. En die discussie nu tussen de heren Pechtold en Buma is in grote mate een nepdiscussie. Want de heer Pechtold heeft de afgelopen jaren 93% van alle voorstellen van het kabinet gesteund. En de heer Buma en het CDA heeft 91% van de voorstellen gesteund. Het woord gedogen is hun achternaam. En wat betekent het voor de mensen thuis? Dat een stem op het CDA en een stem op D66... is gewoon een stem voor 2 jaar doorgaan met het fluikende beleid van Mark Rutte. Maar zegt u dat wij naar een toneelstuk kijken, meneer Wilders? Zegt u dat wij naar een toneelstuk kijken? We kijken hier naar een toneelstuk. Beide heren hebben 9 van de 10 voorstellen van Mark Rutte gesteund. Ze zijn loyaler dan Samson voor de VVD is. Dus als je op hun stemt, dan gaat hij gewoon door 2 jaar. Weet u wat het echte toneelstuk is? Weet u wat het echte toneelstuk is? Dat u voor de verkiezingen hard roept,
maar na de verkiezingen al uw mensen uit uw staten, uit de Tweede Kamer, uit Europa, weglopen. Van de 69 zetels die u landelijk had veroverd, dankzij de steun van heel veel Nederlanders, zijn er 31 gewoon weggelopen. Sommigen nog met het geld meenemen. Ja. Dat is stuiten. Ja. Dat voor de verkiezingen roepen. Na de verkiezingen niet eens je eigen partij bij elkaar kunnen houden. U zou bij uw eigen partij te raden moeten gaan. Dit is een feit. Wij voeren in ieder geval nog oppositie, meneer Buma. U heeft het over lastenverlichting. U heeft de grootste lastenverzwaring gesteund. U heeft het over wel of niet gedogen. Uw CDA heeft 91% van alle voorstellen van Mark Rutte gesteund. U bent gewoon een coalitiepartij. En u blaft wat in de arena en niemand luistert meer. Weet u, bij de start van deze kabinetsperiode... Mag ik u nog even de stelling voorleggen? Want daar heb ik van u nog geen antwoord op gekregen. Ook als de coalitie deze verkiezingen verliest, haalt het kabinet Rutte 2 moeiteloos de eindstreep. Wat denkt u? Nou, ik merk dat de twee partijen erg aan elkaar gehecht zijn en dat ze alles op alles stellen om om de eindstreep te halen. En de coalitie gaat erover en niet de oppositie. Dus ik denk dat als ze de kans krijgen, dat ze zo lang mogelijk doorgaan. Maar daar kunnen we volgende week kunnen de mensen daarmee afrekenen. Want op het moment dat je het echt in de Eerste Kamer met die vijf partijen geen meerderheid hebt, ja, dan moet je gelukkig niet de koers houden, maar dan moet het roer om. En dat kan in het voordeel zijn, want dat kan ook betekenen dat wij veel meer sociale voorstellen kunnen gaan steunen, of in ieder geval het kabinet een behoorlijke zwik naar links kunnen trekken. En daar ben ik erg voor. Het wordt moeilijker voor u, zegt Emiel Roemer. Ja, kijk, dat is waar ik ook wel eerlijk gezegd wat sommigen word over hoe het debat tot nu toe gaat. Wat we eigenlijk zien zijn partijen die zeggen je moet bezuinigen. We hebben het er net over gehad. Slecht voor de economie, slecht voor het herstel. Er is een partij, het CDA, die altijd bereid was om in Nederland verantwoordelijkheid te nemen. Die net op de eerste stelling die u voorlegde, zei de keuze tussen verantwoordelijkheid nemen of oppositie, kies ik voor oppositie. Juist. Het CDA, dames en heren. Ja. Ik hoor er sommen van. Ik heb de afgelopen 2 weken in deze campagne steeds mijn hand uitgestoken naar collega-partijen en gezegd, laten we ook na deze verkiezingen samenwerken in de Eerste Kamer in het belang van het herstelbeleid. We zitten midden in de grootste verbouwing sinds de oorlog. Maar dan wordt het en dan wel is tijd. Mijn conclusie dat de enige manier om die verbouwing tot een succes te maken en ervoor te zorgen dat iedere Nederlander dat ervaart, is een stem op de VVD. Ik kan niet anders concluderen. Maar dan even wordt er wel tijd. Niet door elkaar. Dus kijk, als een hand uitsteken. Het is wel een goede grap. Ik heb die hand gezien. Ja? Ik heb die hand gezien. Maar een hand uitsteken om te vragen of ik VVD-beleid uitvoer, is geen hand uitsteken, meneer Rutte. Duidelijk. Ik wil alle goede voorstellen van het kabinet, die bekijken wij en die steunen wij. Laat ik u één voorbeeld geven. Minister Blok kwam met een wet om meer inspraak van huurders te krijgen. De SP kwam met een aantal amendementen. Die werden aangenomen door een meerderheid van de Kamer. En we hebben het kabinet beloond om die wet vervolgens te steunen. Diederik Samson. Als het een goede wet is, dan steunen we het. Maar als u met bakken komt, dan voeren we oppositie. Diederik Samson. Ja, ik ken helaas meer voorbeelden van wetten die goed waren, ook voor uw achterban. Hè? Ik noem de quotumwet, waardoor mensen met een arbeidshandicap gewoon wel aan het werk kunnen binnen een gewoon bedrijf. En u vond het niet goed genoeg en u stemde tegen. Omdat en dat het fundament eruit gehaald is. Dat is het grote verschil tussen u en bijvoorbeeld onze partijen. Ja, precies. Wij zijn bereid om samen te werken. En daarvoor moet je af en toe een compromis sluiten. Daarvoor moet je af en maar toe niet het fundament eruit halen, meneer Samson. Een quotumwet was het fundament van uw beleid. En u wilde het uiteindelijk even niet steunen. U ging langs de zijlijn staan en u ging roepen dat het een schande was. En mijn vraag aan u is, wat heeft die arbeidsgehandicapte die straks dankzij die quotumwet gewoon bij de supermarkt aan het werk kan, wat heeft die man? Wat vertelt u aan hem over wat u de afgelopen jaren heeft gedaan? Roepen dat het een schande was? Of heeft u een hand toegestoken en heeft u ons geholpen om nog meer mensen aan het werk te krijgen? Voor de helderheid, meneer Samson. Wij sluiten geen sociale werkplaatsen. Dat is toch echt het kabinet gebeurd. Door het kabinet gebeurd. En twee, als we het over beschermde werkplekken hebben, dan hadden wij de gemeentes ook de opdracht moeten geven om dat geld daaraan te besteden. En dat onderdeel heeft hij er nou juist uitgehaald, zodat ze in diverse plaatsen er lantaarnpalen voor kopen, maar in plaats van dus altijd baan voor. U vindt altijd een dingetje. Sterker nog, meneer Samson, wij waren het van tevoren daarover eens. En u haalt het eruit. Dan moet je niet boos worden op mij. Alexander Pechtold. Er is altijd een reden om langs de zijlijn te blijven staan. En dat vind ik zonde voor na de verkiezingen. Punt gemaakt. Alexander Pechtold. Maar meneer Pauw, degene die hier natuurlijk het makkelijkste nu wegkomen, zijn de twee coalitiepartijen. Ze zeggen, we houden koers, we willen stabiliteit, we willen rust, we steken handen uit. De premier, net zoals gisteravond, organiseert het allemaal een beetje weg. Maar wat ze zelf willen,
is volstrekt onduidelijk voor de tweede helft van de periode. Ze zeggen lastenverlichting, maar ze zeggen niet waar vandaan. Ze beschuldigen anderen, CDA, D66, u wilt bezuinigen. Ja. Maar u vertelt helemaal niks. En de vorige keer beloofde dat u... Dat ik ook niet wil bezuinigen, nee, zo simpel nee, is het. Nee, en de vorige keer... Ja, lijkt me helder. Nee, en uw geloofwaardigheid bij de heren is natuurlijk volstrekt weg. De vorige keer zei u, geen JSF. Dinsdag stemmen we erover, gaan de handen omhoog. De vorige keer zei u, €1000 krijg je. Nou, Kees H. heeft het, wij nog niet. Goed. Je kunt zeggen, er zijn mensen die doen er niet aan mee... en andere mensen proberen op een constructieve of andere wijze... wel mee te doen met zo'n coalitie. Meneer Wilders, u doet er eigenlijk helemaal niet aan mee, hè? Nee, we doen er helemaal niet aan mee. We zullen iedere dag in Den Haag knokken... om dit wanbeleid van dit kabinet van tafel te vegen. En wij zijn nou eigenlijk ook niet aan de beurt. Misschien dat ik dat nog mag zeggen. Degene die nu aan de beurt is, is de kiezer. De kiezer die heeft een historische kans volgende week woensdag... Normaal is dat pas na Tweede Kamerverkiezingen. Om nu te zeggen of ze het kabinet naar huis sturen of niet. Dat kan. Wil je doorgaan? En eigenlijk maakt het niet uit, wat ik net al zei, op welke partij je dan stemt. Wil je dat het kabinet doorgaat, dan kan je ongeveer op 4 mensen hier stemmen. Van CDA, Partij van de Arbeid, D66 en de VVD. Wil je dat het ophoudt? Zeg je genoeg is genoeg, dan heb je eigenlijk maar 1 keuze. En dat is de Partij voor de Vrijheid. Dat is uw partij. Maar... Even dat ik het ook begrijp. Stel nou dat die mensen dat zouden doen. Wat kunt u hem beloven? Ik kan hem beloven dat wij niet voor een appel en een ei... dat wij niet voor het vrijgeven van de hashies... dat wij niet voor weet ik wat voor kleine zijstraat... dat wij ervoor gaan zorgen dat Rutte blijft zitten. Nederland kent geen oppositie meer. Al die partijen, misschien op de SP na... maar al die partijen verkopen hun moeder nog voor de macht. En wij zullen dat niet doen. Wat fout is, is fout. Het kabinet Rutte is fout, moet zo snel mogelijk naar huis. En wij doen daar dus nooit zaken mee. Gelukkig is er nog 1 oppositiepartij in Nederland. Kijk eens, blijf daar vooral. Ja, daar lijkt het wel op. Maar daar komen we misschien komen we straks op als ik het laatste thema ga introduceren. Het laatste thema waarover gedebatteerd gaat worden is actueel, helaas, en heet terreur. Steeds meer mensen hebben er last van. Veiligheid. Veiligheid is een groeiend probleem in Nederland. Veel mensen liggen wakker van de angst om nooit meer bang te zijn. Op straat, in winkels en op het sportveld. Veiligheid ligt overal op de loer. Maar hoe kunnen we ons wapenen tegen veiligheid? Dit is een grafiek. En als onveiligheid verdwijnt, hoe kan de politiek dan ooit nog angst aanwakkeren in de samenleving? Jihadisten doen wat ze kunnen om Nederland onveilig te houden, maar onze beste jihadis vertrekken steeds vaker naar het buitenland. Hoe nu verder? Ja. Daar kom ik aan met de dilemma's die er zal komen. Dit zijn... ik moet even kijken waar ik ze heb. Nou heb ik ze eigenlijk niet. Dat is een beetje jammer. Dan heb ik een briefje meegenomen. Ze ter plekke. Maar ik heb ze niet. Ik kan nog wel eens ontploffen. Ik doe hem even uit mijn hoofd. Of het heilige vuur is gedoofd. Ik kan nog wel eens ontploffen. Juist. De volgende moet ik even bedenken welke dat ook alweer was. Ik blijf zeker tot ik weer een verkiezing win. Dat oortje helpt, of niet? Ja. Of ik ben bereid mezelf te slachtofferen voor een eerlijk verhaal. Ik blijf zeker tot ik weer verkiezingen win... of ik ben bereid mijzelf te slachtofferen voor een eerlijk verhaal. Ik ben bereid mijzelf te slachtofferen. Terugkerende jihadis zijn te redden of Abu Talib heeft gelijk? Laat ze daar blijven. Terugkerende jihadis zijn te redden. Goed. U bent Diederik Samson, dat heb ik u al verteld. Dat moest u ook horen. Dat hoor ik nu net. Dat u dus Diederik Samson bent. Het zijn uw vierde verkiezingen. Hè? U begon met een spectaculaire winst. U heeft daarna verloren. Laatste bleef gelijk. En u gaat straks in debat met Geert Wilders. Gelukkig heb ik de dilemma's voor u wel. Daar was ik bang voor. Ik zou best ander werk willen doen, maar veiligheid laat het niet toe. Of ik zal de politiek niet verlaten voordat ik echt geregeerd heb. Ik zal de politiek niet verlaten voordat ik echt geregeerd heb. Minder, minder, minder Samson of minder, minder, minder Rutte? Allebei. Dat dacht ik ook al. Dit is gewoon een waanzinnig gaaf land. Of als we niets doen, is Nederland over 10 jaar een kalifaat. Dit is een waanzinnig gaaf land. Juist. Absoluut. In die zin bent u daar toch niet zo bang voor als dat ik dus nu voorspel? Nou, als die eerste stelling dat wij, dat ik, dat PVV gaat regeren, dan komt dat zeker uit.
Want binnen, dat u zegt dat ga ik binnen nu 10 jaar doen. En dan komt er geen kalifaat. Duidelijk. Beiden gaan in debat met elkaar. En u gaat in debat over de volgende kwestie. Over de veiligheid. Het is slechts, we hebben een stelling eraan gehangen. Het is slechts een kwestie van geluk. Dat Nederland niet door een jihadistische aanslag is getroffen. Meneer Samson, bent u het eens met die stelling? Ja, er zit een dosis geluk bij. Want die trein waar die man uitstapte die in Brussel 4 mensen doodschoot in het Joods Museum, die had ook in Amsterdam kunnen stoppen. En daarom is het zo dat we nu meer geld uittrekken om Joodse scholen, synagoges en andere gebouwen te beveiligen en te bewaken met de marechaussee. Dat is de harde waarheid van vandaag de dag. De harde waarheid is ook dat de strijd door de marechaussee nooit gewonnen zal worden. En ook niet door de veiligheidsdiensten. De uiteindelijke strijd die vindt plaats in het klaslokaal of bij mensen thuis, waar jongens of meisjes van 15 jaar geradicaliseerd raken met de meest bizarre ideeën, geïndoctrineerd raken en dan uiteindelijk uitkomen of in Syrië of hier in Nederland met een Kalasjnikov. De strijd daar in dat klaslokaal, die moeten we winnen. Geert Wilders, dus wat u betreft, eerst even of u het eens bent met de stelling dat het slechts een kwestie van geluk is dat Nederland nog niet door een jihadistische aanslag is getroffen. Nou, laten we eerst vaststellen en hopelijk nooit vergeten dat Theo van Gogh al door een jihadistische man, Mohammed Bouyeri, is afgeslacht in Amsterdam. Maar verder is het dan een kwestie van tijd. Kan het morgen weer gebeuren? En waarom kan het morgen weer gebeuren? Omdat dit kabinet met steun van de Partij van de Arbeid van de heer Samson het beleid heeft dat ze jihadisten, mensen die willen gaan moorden in Syrië of Irak, dat ze die tegenhouden. Hoe dom kan je zijn? En ze sluiten ze vervolgens niet op in de gevangenis in Nederland, maar ze laten ze gewoon op straat rondlopen. En de tweede is dat jihadisten die willen terugkomen of elders van Europa, dat die ook gewoon met onze grenzen terug Nederland in kunnen komen. Opnieuw, hoe dom kan je zijn? En wat ik zou willen is dat we die jihadisten laten gaan. Laat ze allemaal gaan, maar laat ze nooit meer terugkomen. Pak hun paspoort af als ze de grens over zijn. Sluit onze grenzen, zeg Schengen op. En als dat niet gebeurt, meneer Samson, en er vindt hier een aanslag plaats, zoals inderdaad in andere landen in Europa is gebeurd, dan bent u daar mede verantwoordelijk voor. Gaat u mij nou mede verantwoordelijk maken voor Absoluut. Een komende aanslag? Zo dan moet dat. U wel lef hebben. Dat dan heb moet ik je ook. Wel lef hebben. Want Absoluut, u bent een partij. Ook. U bent een man die wegloopt op het moment dat het lastig wordt in een debat. U bent een man die liep uit het katshuis toen het even moeilijk werd. Uw lijsttrekker liep vanochtend weg toen ze kritiek dreeg te krijgen. U bent een wegloper op dat moment. Mijn partij bevat mensen als Ahmed Abu Taleb, Eberhard van der Laan en ook Ahmed Marcouch. Dat zijn mannen die in de modder staan, die elke dag werken om dit land veiliger te maken. U kunt nog niet in hun schaduw staan. Nee. Meneer Samson, u denkt dat de ellende zomaar in Nederland aan komt waaien. Maar dat is niet zo. Het lijkt wel alsof u het etnisch monopolie op naïviteit hebt. U, meneer Samson, u bent de boodschapper van het kwaad. U bent de importeur van het kwaad. Door de open grenzen. Door de islam te pamperen, hebben we in Nederland, door uw beleid, hebben we in Nederland jihadisten, hebben we antisemitisme, hebben we homohaat, hebben we op dit moment 1 miljoen moslims in Nederland. En natuurlijk zijn dat niet allemaal terroristen. Maar 73% van die moslims, meneer Samsons, vinden Syriëgangers helden. En 100.000 moslims in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek. En daar zijn we weer. 100.000 moslims. Het zijn weer 1 miljoen moslims en het zijn er 100.000 moslims. Geweld gebruiken, meneer Samson. Meneer Wilders. En mijn enige vraag aan u is, want u heeft daarvoor gezorgd met die open grenzen. Waarom haat u Nederland? Waar komt die haat voor ons land vandaan? Meneer Wilders, ik had in Amsterdam een collega, Akram. Een vrome moslim, 5 keer per dag bidden naar het oosten. En een steengoede straatcoach. In zijn eentje hield hij dat hele Smaragdplein onder controle en gaf hij de Marokkaanse jochies hun vet. Een vrome moslim. En hij vroeg aan mij, wat doet die blonde daar bij jou in Den Haag? Waarom zegt hij dat ik er niet bij hoor? Ik zet me in voor deze samenleving, voor de veiligheid van Amsterdam. Waar is uw steun voor die mensen? Waar is uw steun voor de leraar in de klas van het VMBO? Ook een moslim. Ja. Die zijn leerlingen vertelt dat je in Nederland verdraagzaam moet zijn. De democratie moet koesteren. Die daar elke dag aan werkt. En 5 keer per dag bidt tot Mekka. Waar is uw steun voor die moslims? Zeker. Voor die goedwillende Nederlanders die van dit land een mooi land willen maken. Waarom haat u hen? Meneer Samson, waar is uw steun voor de mensen van wie dit land is? Waar is uw steun voor die Nederlander? Die Nederlander die niet met uw Nederland mee wil gaan. Uw Nederland is een land met nog meer islam, nog meer asielzoekers, nog meer moskeeën zoals in Gouda waar uw partij voor was, nog meer criminaliteit, nog meer Marokkaanse straatterreur. En ik zeg u, meneer Samson, miljoenen Nederlanders willen dat Nederland van u niet. Dit is precies uw probleem, meneer Wilders. Miljoenen Nederlanders willen een ander Nederland. Die zeggen genoeg is genoeg, genoeg islam, genoeg moskeeën, genoeg geld naar het buitenland.
Waarom geeft u Nederland weg? U haat Nederland en u geeft ons land weg. Dit is precies de fout die u maakt. U deelt Nederland in wij Nederlanders en zij allochtonen. Zij moslims, zij Marokkanen. De wij-zij-grens loopt heel ergens anders langs. Mensen willen in Nederland niet meer. Wij in Nederland. Mensen willen hun land terugverdienen. Mensen willen hun land terugkrijgen. En dan gaat u harder schreeuwen en nog meer kabaal maken. In wijken in Den Haag. Ga eens naar Transvaal, ga eens naar de Schilderswijk. 90% van de mensen is allochtoon. U wilt van heel Nederland een Schilderswijk maken. Dat willen de Nederlanders niet. Ik stel voor, met uw alle goedvinden, dat ik de rest van het gezelschap erbij haal. Misschien kunnen we... heeft u er zin in of niet? Ja? Zeker. Nog heel even de stelling. Misschien kan ik die even heel kort langsgaan. Het is slechts een kwestie van geluk dat Nederland niet door een jihadistische aanslag is getroffen. Kort antwoord, Mark Rutte. Daar zit natuurlijk zeker een element van geluk in. Maar dit kabinet, wil ik echt hier zeggen, doet er alles aan met de veiligheidsdiensten, met de politie, met alle mensen die ook de preventie doen om dat te voorkomen. Alexander Pechtold? Kan je zo nooit zeggen. Het werk van veiligheidsdiensten, als ze een keer een fout maken, als ze een keer iets niet zien, dan vergroot het uit. De tientallen, wie weet honderden keren dat ze het goed doen, zien we niet. Maar het is natuurlijk niet alleen die veiligheidsdiensten. Het is ook wat er gewoon door de wijkagent en in de klas al gezien wordt aan radicalisering. Daar begint ons geluk misschien. Emiel Roemer? Je kunt helaas niet garanderen dat er nooit iets gebeurt. Dus er zit altijd een kwestie van geluk bij. Ik ben blij, laat ik dat als positief zeggen, dat het kabinet nu eindelijk onder druk van de oppositie, de voltallige oppositie, extra geld beschikbaar heeft gesteld om de veiligheidsdiensten echt eens uit te breiden. 128 miljoen gaat er extra naar veiligheid. Ja, dat is heel belangrijk, want we moeten die mensen, die moeten we volgen. We moeten ze opsporen en vervolgens, als het echt jihadisten zijn, niet alleen opsporen, oppakken en opsluiten. Het is een totale schijnoplossing om er niet te komen bij de kern van het probleem. Al zou de geheime dienst een miljard euro krijgen, dan zouden ze 100 miljard euro krijgen. Er zijn duizenden jihadisten teruggekeerd of met foute ideeën in heel Europa. In België, in Frankrijk en Engeland. We hebben open grenzen. We kunnen die mensen nooit allemaal volgen, al hadden we 10.000 geheime diensten. De enige oplossing is dat we voor onze eigen grenzen zorgen, dat we de grenzen sluiten, dat we de islamisering stoppen en dat we het Schengenverdrag opzeggen. Dan pas hebben we weer een veilig Nederland. Sibrand Buma, u moet nog even op de stelling reageren als u wilt. Nou, het is zeker slechts een kwestie van geluk dat Nederland nog niet getroffen is. Het is voor een deel geluk voor een deel mensen die ontzettend hard werken in die veiligheidssector, maar het is niet zoals Mark Rutte weer weet te verkopen, het kabinet. Maar het kabinet is begonnen met de AIVD, de Veiligheidsdienst, ongelooflijk tekorten. En vergeet niet, de politie, het aantal politiemannen dat het werk moet doen, dat daalt deze kabinetsperiode met 2000. De partij die ooit zei 10.000 agenten erbij, 2000 mensen minder moeten ons beveiligen. Onacceptabel. Ik vind dat wel inderdaad, die uitspraak van Rutte, Alexander Pechtold, die uitspraak van Rutte dat het aan het kabinet ligt. Meneer Rutte, het ligt aan politieagenten die hun werk doen. Het ligt aan mensen die op veilig... Zeker. Nee, maar uw kabinet bezuinigde... U liet Ronald Plasterk een derde van de hele veiligheidsdienst bezuinigen. En dan zegt u nu, het ligt ook aan het kabinet, dan zegt u dus eigenlijk, degenen die in Frankrijk hun werk deden, die hebben het niet goed gedaan en wij hebben het wel goed gedaan. Nee, meneer Rutte, u heeft wat dat betreft, als partij die altijd gaat voor de vrijheid en de veiligheid, heeft u niet de beste kaarten. U bezuinigde erop. En toen u een keus moest maken samen met Wilders, kwamen er, wat was het, 500 van dierenpolitie dit, bij. Dit toen dachten de jihadisten, we kappen ermee. Want nou gaan ze er echt in Nederland tegenaan. Dit jaar geeft Nederland meer uit dan ooit aan de veiligheidsdienst. En er komt nu nog eens een keer 40 miljoen bij, omdat het kabinet tot twee keer toe heeft besloten om er extra geld in te steken. Eén keer met steun van u. Nee. Waarvoor zeer gewaardeerd. Maar nou heb ik een andere vraag. Ik heb een vraag aan u. Wij stonden vorige week bij RTL ook in debat over dit onderwerp. En toen lag die stelling voor, beter dat een jihadist daar omkomt dan terugkeert naar Nederland. En ik heb uit volle overtuiging die stelling gesteund. En wat mij opviel, eigenlijk bij alle andere deelnemers aan dat debat, is het ongemak met het feit dat wij als Nederland F-16's laten bombarderen. Ja. Dat wij daar actief zijn in Irak. Maar als zij daar blijkbaar iemand dreigen te raken, dat u dan de handen daarvan aftrekt. Dat heeft mij zeer verbaasd. En mijn stelling zou zijn, ik heb liever een dode jihadist dan een dode onschuldige. Ja. Kijk eens, meneer Rutte, maar deze week vandaag zelfs nog werd bekend dat een 13-jarige jongen uit Europa daar is omgekomen. En natuurlijk, iedereen die daar naartoe gaat, loopt het risico. En ik snap onderbuikgevoelens, maar onderbuikgevoelens horen in de cafépraat en horen niet door een politicus verteld te worden. Wanneer er kinderen daar zitten, meegenomen, wanneer er gedwongen meisjes daar zitten, dan zeg je als rechtschapen politicus die de rechtsorde bevordert, dan zeg je, ik heb ze liever voor het gerecht, ik heb ze in jeugddetentie, dan dat ik ze een bom op hun hoofd wil gooien. We zijn op één punt.
zijn het. Als korte reactie, als je kunt voorkomen dat hij 30-jarige uitreist, prima. Maar als hij uitreist, dan neemt hij dat risico. En hoe, wat zegt u dan? En wat zegt u dan tegen de 13-jarige of de 15-jarige dochter of zoon van een F-16-piloot die daar grote risico's neemt? Nee. U zegt daar eigenlijk tegen dat het minder waard is. Juist. Kijk, de enige reden dat Mark Rutte hier ook vanavond weer over begint, is dat wat hij zelf echt bijdraagt aan de veiligheid gewoon helemaal niks is. Want toen de aanslag in Parijs was geweest, hadden we een debat in de Kamer. Het eerste wat de premier zei, het is allemaal goed. De oppositie zei, het is niet voldoende wat u aan de veiligheid uitgeeft. En u moest wel. En toen heeft u het gedaan, dankzij de oppositie. En u zou zelf eens een keer vooraan moeten staan als het gaat om Nederland echt veiliger maken. Nederland te zorgen dat we echt meer agenten hebben. Dat we eindelijk eens een keer het uitreizen echt aanpakken. Dat we echt zorgen dat mensen die terugkomen, ook in de gemeente, worden aangepakt. De burgemeesters van Aerts voorop, die weten niet hoe ze die mensen moeten aanpakken in Nederland. En het kabinet zegt, sorry, wij kunnen hoe niet meer doen. Hoe kwalificeert u dit? Te weinig. Is dit verkiezingsretoriek? Dit van deze week? Ja, natuurlijk is dat verkiezingsretoriek. Want er gebeurt na de verkiezingen helemaal niks mee. Dit kabinet heeft de besluit genomen. We kunnen nu allemaal heel stoer gaan doen over hoeveel we niet of wel wilden bezuinigen. Feit is dat 3 jaar geleden iedereen die hier zat wilde bezuinigen op veiligheid. Niet en u wilde dat niet, maar u wilde 500 dierenpolitie er geloof ik bij. Maar wel op de politie en wel op de veiligheid. Net zoveel als wij. Nee, zeker niet. De realiteit verandert. En aangepast aan die realiteit hebben we met z'n allen, ook oppositie inderdaad, en coalitie gezegd dat er geld bij moet. Dit is een zoektocht. Een zoektocht die niet zo snel af is. En stoerdoenerij over meer politie, meer veiligheidsdiensten gaat het probleem niet oplossen. Uiteindelijk gaat het over wat gebeurt er in die hoofden van die jongens en meisjes die opeens op 15-jarige leeftijd naar het kalifaat vertrekken. 13. Dat wil ik weten en daar moeten we een antwoord op weten te vinden. Goed. Maar meneer Wilders, kwam dit Ik zou de heer Rutte eigenlijk een vraag willen stellen. De heer Rutte zei terecht vorige week dat als hij moet kiezen tussen jihadisten of sterven in Syrië of terugkeren in Nederland, laat ze daar maar sterven. Maar wat doet u nou, meneer Rutte? Wat doet u nou als die man daar of die vrouw daar niet sterft? En als die van plan is om terug te komen naar Nederland? Wat doet u dan om te voorkomen dat er in Nederland alsnog slachtoffers vallen? Dan, wat doet u? Dan doen we houden u ze tegen bij de grens of houden ze niet tegen bij de grens? Nou, om te beginnen, meneer Wilders, willen wij voorkomen dat ze uitreizen. Nee, het gaat nu om de mensen die terugkomen. Als ze terugkomen, is volstrekt helder. Dan zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we ze kunnen vervolgen en achter de tralies krijgen. U laat en ze terugkomen. Nee, luister, we pakken ze het paspoort af. U laat als ze weg willen gaan en we pakken ze het Nederlanderschap af. Als ze eenmaal weg zijn. Kijk, hij komt in de problemen. Nee, helemaal niet. Maar weet je, meneer Wilders, even volgen. Sorry, even niet door elkaar. U zorgt ervoor, u zegt dus dat ze terug mogen. Ja. Dit betekent dat de opmerking van Mark Rutte een totale holle verkiezingsretoriek is. Want natuurlijk moeten ze daar sterven. Maar als ze dan niet sterven en ze willen terugkomen om hier in Nederland te moorden, dan meneer mogen Wilders, ze gewoon van hem terugkomen. En dan laat hij de grenzen gewoon open. Totale verkiezingsretoriek. Meneer Wilders, u weet donders goed dat het beleid van dit kabinet is om het Nederlanderschap af te pakken van zij die in vreemde dienst treden, die daar actief worden. U laat ze terugkomen. Maar als mensen in Nederland terug zijn, waarvan wij dat niet hebben kunnen voorkomen, dan zullen wij ze verrechten en vervolgen. Nee, u moet de grenzen sluiten. Maar dat ze niet terug kunnen. Okay. Nee, u moet de grenzen sluiten. Niet door elkaar heen, alsjeblieft. Nog één vraag daarover. Want er zijn nu ongeveer 35 mensen teruggekeerd. Althans, misschien zijn er wel veel meer, maar van 35 mensen is bekend. Weet u waar die mensen zijn? Ja. En zitten die achter slot en grendel? Dat kan ik niet zeggen. Drie. Een aantal mensen wordt vervolgd. Een aantal mensen zit achter slot en grendel. Sorry. Ja? En verder is het inderdaad zo dat wij heel precies volgen wat er verder gebeurt. Ja, holle frazen, meneer Rutte. Nee, meneer. Holle frazen. Echt niet. Ze zijn dus gewoon terug op straat. U geeft naartoe niet in de gevangenis. Dus uw mooie teksten van laat ze daar maar sneuvelen. Geld, als ze daar zijn, maar als ze terugkomen, laat ze gewoon terug. En laat ze rondlopen. Emiel Roemer, u stak uw vinger op. Ja, kijk. Als je nou ziet, het allerbelangrijkste wat gezegd is, ik heb vorige week ook al het voorbeeld genomen van die 15-jarige jongen in Maastricht, die dus daar naartoe gaat, zichzelf opblaast en zoveel onschuldige mensen meeneemt. Ja. De kernvraag is, waarom hebben wij niet in de gaten dat jongeren in zo'n korte tijd hier in Nederland radicaliseren? Daar moet dus veel meer aandacht voor. Ja. Voorkomen dat deze ellende gebeurt. En ik heb er heel veel moeite mee als partijen zeggen, laat ze maar gaan. Want eigenlijk zeg je dan, laat ze maar gaan om zichzelf daar op te blazen en waar dan ook in de wereld onschuldige mensen de dood in te jagen. Want dan maak je van terreur maak je dus een exportproduct. En dat moeten we dus never nooit doen. Die lui moet je oppakken en achter de tralies zetten en voorkomen dat ze aanslagen plegen waar dan ook in de wereld. Ja, je zou kunnen zeggen dat sinds
sinds de moord op Theo van Gogh, net even gememoreerd, dit al gezegd is. We moeten voorkomen dat dit gebeurt. En uiteindelijk blijken er toch heel veel mensen gemotiveerd om ergens anders naartoe te gaan. Helaas wel. We moeten het ook absoluut niet onderschatten. Ja. Je zou naïef zijn als je zegt dat we hier niet een groot probleem hebben. Ja, ja. Maar dat betekent dat je naar die kern moet gaan en inderdaad zoveel mogelijk moet voorkomen dat mensen dat gaan doen. Meneer Roman, niemand wil. Niemand wil. Meneer Roman, niemand wil dat er strafbare feiten worden gepleegd. Niemand wil dat. Maar als ze dat doen, dan toch liever in Syrië dan in Boksmeer, lijkt me. En ze pakken ze niet op, ze zetten niet in de gevangenis. Meneer Rutte heeft wel een grote mond, maar als ze terugkomen, laat hij ze gewoon op straat lopen. Dat kunt hij toch niet willen? U wilt dat ze daar blijven om andere mensen het leven te ontnemen. Sybrand Buma. De kern is dat we het inderdaad veel eerder moeten aanpakken. Afgelopen zomer de demonstratie in Den Haag. Daar werd met ISIS-vlaggen gewapperd. Geweld werd daar verheerlijkt. Dat mag in Nederland, want wij zeggen, ach, dat is normale vrijheid van meningsuiting. In Frankrijk is het gewoon verboden, worden die mensen wel aangepakt. Dat soort mensen die bereid zijn uit te reizen, die hier dat geweld verheren, horen achter de tralies voordat ze uitreizen. En niet zoals de heer Rutte of de heer Wilders dat wil, nadat ze terugkomen. Laatste woord aan meneer Pechtold. Veiligheid is niet maakbaar. En wij moeten ons realiseren dat we in onze open democratie, op het moment dat we angstig worden voor jihadisme, als we angstig worden, dat we precies doen wat zij willen. Namelijk, wat het CDA zegt, ga de vrijheid van meningsuiting. Hè, zelfs als je gedachten hebt, moet dat dan straftig worden. Of het oorlogsrecht wat de VVD. Wat we moeten doen is inderdaad vliegtuigen inzetten op het moment dat het nodig is. Maar het begint natuurlijk gewoon bij deradicalisering. In Denemarken zijn fantastische programma's geweest die succes hebben. Maar het probleem is dat onder Rutte 1 al die programma's waar burgemeesters om smeken om ze aan te pakken, die zijn wegbezuinigd. En ik zou willen zeggen, laten we elkaar de hand geven. Laten we behalve de repressie vooral aan de bron beginnen. Ja, en dat begint in de schoolklas, dat begint met de wijkagent. Zijn we nou in Denemarken? Deradicalisering. Heeft u gezien wat er in Denemarken gebeurd is? Heeft u dat gezien? Nee, maar je zal het. Heeft u dat gezien, meneer, wat met die cartoonist, wat daar gebeurd meneer is? Meneer Wilders. Deradicalisering, zei meneer Wilders. U. Mensen zijn vermoord op in straat. Uw wereld. Omdat ze de vrijheid van. In uw wereld. Niet mijn wereld. In uw wereld. In Denemarken. Nee. Uw voorbeeld. Schaam u. Dat in was een aanslag geweest. In uw wereld. Veiligheid is niet maakbaar. In uw wereld waar de grenzen dicht zijn, we kennelijk in de havens, de vliegtuigen, nergens een probleem hebben met de grenzen, zelfs de wolven er niet meer doorheen komen. Op dat moment is het nog steeds niet veilig. Er zijn mensen vermoord om hun mening. Cartoonisten zijn belaagd. Maak er maar een grapje van. De Amerikanen, ik maak geen grappen. De landen met de grootste veiligheidsdiensten als Amerika en zelfs Rusland, zelfs daar vinden aanslagen plaats. Okay. Angst aan praten heeft in ieder geval geen zin. Goed. We zijn aan het einde. Het is nog precies een week. U heeft overigens op dit tijdstip over een week al gestemd. Ik wil even een kleine korte slotronde maken. Meneer Rutte, het liefst een ja of nee antwoord. Sterker nog, met het liefst bedoel ik gewoon ja of nee. De nieuwe minister van Justitie komt uit het kabinet? Dat weet ik echt nog niet. Die beslissing gaan we binnenkort maken. Alexander Pechtold, dat gezeur over premier Pechtold, ik ben het zat. Feitelijk heb ik niks te zeggen. Ja of nee? Ja. Diederik Samson, ik ben het zat. Dit kabinet blijft na 18 maart zitten, ongeacht de uitslag? Ja. Roemer, als ik nu de winst niet pak, ga ik mijn opvolger inwerken? Nee. Buma, als ik de grootste word in de provincie, word ik de volgende premier? Dat is heel goed mogelijk, meneer Pauw. Geert Wilders, nu ik weet dat Bram Moskowitz politieke aspiraties heeft, wil ik hem er graag bij hebben? Nou, wie weet. Is dat ja? Maar ik geloof dat hij een andere keuze heeft gemaakt, dus het antwoord zal nee zijn. Oké, okay. Spijt u dat eigenlijk? Nou ja, iedereen moet kiezen voor de partij waar hij voor gaat. En ik heb begrepen dat hij voor een andere partij zou gaan. En dan is dat ook heel goed. Absoluut. Ik heb respect voor hem, dus prima. Oké. Voor de mensen die mopperen en zeggen van het ging toch eigenlijk over de provinciale staten en over de provincies en het woord is geen één keer genoemd. Waterschap. Wel waar. Het is één keer genoemd door Sybrand Buma. Kijk. Dan ben ik het. Kijk. Dat is dan toch een compliment waard. En het woord waterschap is dan net nog door Mark Rutte op genoemd. Ik wens u nog een fijne week met veel campagne voeren. En wat de kijkers betreft tot morgen. En u nog veel campagne en tot volgende week of zo. Dank. Mooi. Bedankt. Dank u wel, Mark.